Hallo, daar ben ik weer, Sonia Liemers, jullie reporter van Zorgbureau De Liemers, met weer een nieuw filmpje over sociale vaardigheden. En deze keer gaat het over beleefd zijn aan tafel. Hoe doe je dat? Kom kijken hier bij Sophie thuis aan tafel. Daar zit Sophie aan tafel. Haar bord is leeg. En hier zit haar moeder, haar vader en haar kleine broertje. Sophie wil de pan met macaroni pakken, maar ze kan er net niet bij. Ze hangt over tafel om naar de pan te grijpen. Sophie, roept mama, kijk nou toch eens wat je doet. Je hangt met je trui in je vieze bord. Ga rechtop zitten en commandeer niet zo. Ik ben je hondje niet. Je kunt beleefd iets vragen als je iets wilt. Sophie krijgt het er warm van. Ze hoort aan de stem dat mama boos is. En mama kijkt ook boos. Sophie barst in huilen uit. Wat deed ze nou verkeerd? Mama loopt naar Sophie toe. Ach, sorry, zegt ze. Sorry dat ik boos werd. Ik zie dat je het niet begrijpt. Ik leg het je uit. Een belangrijke regel is dat als je iets wilt hebben aan tafel, waar je niet bij kunt, dat je het dan beleefd vraagt. Je vraagt dan, mama, wil je me de pan even aangeven? Dan geef ik jou de pan aan en dan zeg ik, alsjeblieft. En als jij de pan krijgt, dan zeg jij weer, dankjewel. Is het zo duidelijk? Sophie knikt blij. Maar waarom zei je nou dat jij geen hondje bent? Vraagt Sophie. Mama lacht. Ja, dat is weer zo'n malle taaluitdrukking. Dat betekent, ik ben een mens. Daar praat je beleefd mee. Een hond, die geeft je soms een opdracht, een commando. Bijvoorbeeld, geef. Dat snapt de hond. Misschien beter dan een lange zin. Maar wij zijn mensen en die snappen wel de hele zin. Wil je mij even de pan aangeven? En soms, dan moet je even wachten. Dan zegt de ander, wacht even, ik ben nog niet klaar. De regels voor beleefd zijn aan tafels, die zal Sonia nog even een keertje laten zien. Nou jongens en meisjes, dit was het deel 1 sociale vaardigheden aan tafel. Stap 1, kijk de ander aan wie je iets wilt vragen. Stap 2, vraag vriendelijk. Wil je me even ... aangeven? 3, luister naar het antwoord. En vaak wordt er dan gezegd, alsjeblieft, hier is de... ... Bijvoorbeeld de pan met macaroni. Stap 4. Bedank als je het gekregen hebt. Zeg dankjewel. En omgekeerd kan het natuurlijk ook dat een ander iets aan jou vraagt. En dan geef jij het aan met alsjeblieft. Hey jongens en meisjes, dit wordt super gezellig aan tafel. Tot de volgende keer. Dag.